Basic Fit, KPN en Fox Sports, partners van de Eredivisie. Welkom dames en heren bij speelronde 2. En we zijn hier met Danny en Floris, oftewel Utrecht en Heerenveen. Dit is het team van SC Heerenveen. Die van Utrecht zal niet heel anders zijn. Ze zijn allemaal voornamelijk Team of the Year en Icons. Ze hebben dus alle spelers tot hun beschikking. En we zien wel second in vorm Lala. En als we over Lala in vorm praten, dan komt het ook snel bij Alex Brands. Want die heeft toch zeker in zijn team wel de eerste in vorm. Tweede. Heb je wel de tweede? Tweede in vorm. Oh, dan is het ik heb money to blow. Of niet? Huh? 84. Is dat zijn tweede? Ja man. Nou, dan is dit zijn derde. Die is wel chill. Dit is zijn derde, ja. Goed, het is dus Utrecht tegen Heerenveen. Floris, dus onderdeel van Team Gullit. Team Ruudje. Team Ruudje. Floris die goede zaken heeft gedaan in de vorige speelronde. Wist 2-1 overal te winnen van ADO. En Utrecht was minder fortuinlijk tegen AZ. Dus kans voor Utrecht om zich te revancheren. En we gaan kijken of Heerenveen de goede lijn voort kan zetten. Namelijk is het Utrecht nu aan de bal. Wel onderscheidt Heerenveen. Maar dan wordt de bal meteen uitgeschoten. Ja, Utrecht en Heerenveen qua pool. Ja. Die hebben niet de makkelijkste. Nee? Nee, maar geen enkele pool is makkelijk. Nee, dat maar dat zit voor jou de pool dus dood? Dat is wel waar. Ja, dat is lastig. Ik zou zeggen groep C persoonlijk. Groep C, ja. Daar zitten 4 top 100 Xbox spelers in. Ja. Facts. Alles goed B ook niet slecht, hè? Nee, maar dat zeg ik. Alle groepen zijn goed. Ja, zeker. Ja. Er zit gewoon heel veel kwaliteit in de E-divisie. In de E-divisie? E-divisie. Kanté-divisie. Ben jij ook top 100, of niet? Nee-divisie. Nee? Nee. Jij? Ja, wat denk jij? Ik speel gewoon niet meer, omdat ik altijd in de top 100 komt. Precies. Jij vindt die andere mensen nu ook. Ik denk dat mijn beste ooit goud 1 is, denk ik. Goed dit. Hoe vaak heb je gespeeld, Weekendleague? 4 keer. 4 keer? Totaal. Duurde. Van alle Weekendleagues die ik kon spelen. Waarvan 3 in FIFA 19. Oké. Dus dat zegt genoeg. Oh! Kijk eens! Floris. Het is meteen een golazo van Neymar. Ja, apart gekiept, maar ja, als hij erin valt, dan valt hij erin. Dus het is 0-1. Door de benen van De Gea. Voor Heerenveen. Dat rijmt ook nog. Hier dan Utrecht, de tegenaanval. Maar wordt onderschept. Ja, Floris die toch ook zal denken van ik moet het nu gaan laten zien. Want in de PlayStation is het niet helemaal verlopen zoals hij zou willen. Het ging wat iets minder voor hem. Terwijl mensen toch hoge verwachtingen van hem hadden. Want ja, je komt niet zomaar bij Team Gullit natuurlijk. Daar moet je wel wat voor kunnen. En dat probeert hij dus nu hier te laten zien. Hier een beetje ruimte, bal. En dan wordt het goed verdedigd door FC Utrecht. Kanté. Steekbal op Arnhem, maar daar is Maldini. Maldini ook echt een beest, hè? Een kast. De kast toe. Je ziet dat heel veel mensen zowel Ramos als Varaan achterin hebben. Ja. Al heeft Heerenveen, even kijken als ik het goed zie. Alleen Ramos geloof ik. Ook geen Van Dijk. Heeft Heerenveen Balken achterin? Nee, ik denk ook Lala. Ik denk ook Lala. Oké. Okay. Dus volgens mij even ontglipt. Aan Virgil van Dijk zie je ook niet veel eigenlijk. Nee. Vallen. Nou ja. Oh, wat een goal! Ja, dit zijn die. Eusebio. De glitchschoten, jongens. Maar ja, als je het dan kan doen, dan maak je er ook wel aardig gebruik van. Ja. Eusebio met zijn 5-star weak foot. Danny zet even een nieuwe track op. Zijn AirPods. Ik vraag me af of het een nummer van Bassie Stem. Gaantje natuurlijk. Gewoon een lekker Nederlands nummer met de handjes in de lucht. Die handen in de lucht, jongens. Het is 1-1. Het kan helemaal los. Van links. Naar rechts. De 4-2-2-2 van FC Utrecht, of is het toch een 4-4-2? Dat is de vraag. Ik denk 4-2-2-2. Maar in ieder geval, Utrecht en Heerenveen allebei één kans gehad. En het was voor beide teams allebei raak. Zeer efficiënt.
efficiëntie. Met die Ruudje Gullit. Een paar gekke bewegingen. De Messi, de 1-2. Tik. Neymar. Terug naar Neymar. En dan het schot. Maar het gaat jammer genoeg bij hem naast. Ronaldo. Goeie bal naar Messi. Ja, en het is 2-1. Leo Messi. Floris kan er wel om lachen. Ja. Floris heeft heel veel moeite om zijn lach in te houden, zie ik. Waarschijnlijk om iets wat Danny zei. Ik kon het niet verstaan. Ik denk dat hij niet blij mee was. Maar ja. Het hoort erbij. Ik ken weinig mensen die blij zijn met de tegendoeken. Nou ja, als je een hele mooie tegen krijgt, ben je dan blij? En je staat 5-0 voor. Dan ben je blij. Nou ja, ik bedoel... Of is het nou gewoon GG? Ik kan ervan genieten. Ja. Dan is het weer een GG toch? GG. GG man. GG in de blij chat. Zal je nooit zijn, nee, maar ik bedoel... Aangenaam verrast. Nou ja. Leuke bijkomstigheid. Ja. Nee, maar... Oh. Is hij ook Lala inderdaad. Is het echt toch wel vrij onbekende speler, hè? Ja, een beetje een laadbloeier. Speelt voor Straatsburg. Heeft hij wel 3 in voorbestraald dus. Hier dan, tik. Een Ronaldo chop met Messi, dat is ook onmerkelijk. Drinkbekje. Oh, en iemand gaat daar finaal op zijn plaat. Voor mij was het Marcelo en dan de rebound. Oeh. Gullit met de La Croqueta. Hier dan, Mbappé. Heel to heel, Drake Black. Drake back. Drake Black. Hier, Utrecht met de bal. Kunnen ze een aanval op gaan zetten nog voor rust? Dat is de vraag. Mbappé speelt hem terug op Vieira naar Neymar. Mbappé doet zeker mee. Dan de laatste kans in deze eerste helft. Wie gaat die worden? Utrecht zal de bal even in de ploeg moeten houden. Om te voorkomen dat Heerenveen de laatste aanval krijgt. Dat is niet helemaal gelukt. De invoering van Heerenveen. Utrecht toch niet. Okay. Ik dacht dat die nee. Utrecht zou zijn. Nu dan de laatste aanval eventueel. Ik denk dat dit niet gaat komen. Nee. Nee. Dan is het de rust. De voorsprong voor Heerenveen. Floris die tikt even heel rustig een slokje water achterover. En Danny zit nog even weer een nieuw nummertje op een andere playlist misschien. De statistieken spreken ook in het voordeel van Heerenveen. En de vraag is wat gaat Danny hier tegenover zetten? Het lijkt een 4-2-3-1 te worden, wat toch opmerkelijk is, ik wil net zeggen. 4-4-2 is iets offensiever. 4-2-3-1 over het algemeen een vrij defensieve opstelling. Goed gebalanceerde defensieve opstelling. Daardoor wordt de druk wat opgevoerd. Gaan we kijken wat er gaat gebeuren. En daar gaan we weer. We gaan weer los voor de tweede helft. Tussen Heerenveen en Utrecht. Heerenveen aan de bal. Die ze bijna verspeelde. Waar ook een wijziging is gevoerd. Mbappé is eruit. En Arne en Ronaldo. Ja, is toch geinig. Heeft het veld betreden. Oh, goede schijnbeweging. En ik zit nou te twijfelen. Ja, dit is een goede kans. Oh. Maar ik wou zeggen, volgens mij heeft Ronaldo ooit een keer in Heerenveen gevoetbald. Of was dat Ronaldinho? Nee, was Ronaldinho. Was Ronaldinho, Milan. Ja. Daar heb ik laatst een documentaire nog over gezien. Okay. Op Fox Sports. Op Fox Sports? Ja, dat was een Fox Sports doc. Oh, misschien kunnen wij een balletje opgooien dat hij nog wel een keertje wordt... Zeker aan te raden, want die kan het ook op de site terugvinden. Oh ja, dat is waar. Gewoon even naar video's en dan bij categorie, documentaires. Echt serieus aan te raden. Het zijn hele mooie docu's. Ja, ik heb er ook wel zat gezien. Daar interviewden ze nog een man die
Het shirt van Ronaldinho voor de eerste trainingsshirt. Die heeft hij ingeluisterd. En hier is een kans. Oh, wat een goal. Kijk eens, joh. Even in het dakkie van het goal. Eusebio. Zoals hij nu zegt, in het dakkie. Ja, dit is wel echt een lekker goal, joh. Eerste paal. Tweede goal van Eusebio. Keihard. Keihard. Ja, ja. Keihard in het dak van het goal geschoten. Probeer me Utrecht een beetje te doen. Keihard. Keihard. Ja, dit is een goede heel de flip. En dan in de korte hoek, bovenhoek. Goed doelpunt. Geen kans voor de keeper. Maar Danny net al nog een kans kreeg om al eerder het gelijkmaker te maken. Ja. Al met al dus een spannend duel. Hier weer Heerenveen. Dit is een bal die wat voor de hand lag. En dan zien we weer tikkie van Heerenveen. Nu even iets van Breien weg en dan de schot goed gekiept. De hoek al gekozen. De snelle aanval van Utrecht. Goede bal naar Ronaldo. Is er langs. Oh, de paal, jongen. Ik zie toch dat de formatie switch goed uitpakt voor Utrecht. Ik denk die vliegt er nog in binnenkant paal. Maar nee. Toch de formatie switch die goed uitpakt voor FC Utrecht. Veel kansen opgeleverd. En is ook het doelpunt. Het had er al meer kunnen zijn hier in de onderschepping van Heerenveen. Die als het goed is nog steeds in de 4-2-3-1 speelt. Hier met Messi. Leo Messi. Goeie interceptie daar. Van Ronaldo. Nu de switch. Marcelo heeft hem. Niet uit het kopduel. Ronaldo. Speelt hem naar Ronaldo met wat geluk. Gullit. Probeert ook Cristiano te bereiken, maar De Gea heeft de bal weer in bezit. Waardoor Heerenveen weer eens kan aanvallen. Mechanic Toast 97 heeft op start gedrukt. Mechanische Toast. Lekker hoor. Hier Utrecht. Gullit? Nee. Neymar dan. Kijk eens, goed getikt. Hier ook weer. Goeie trackback daar ook. En dan. Oh! Hele goede aanval. Kans van Ronaldo die net naast gaat. Hier Messi 99. Ook geinig om op de bank te hebben, natuurlijk. Ja, en als dat er nog niet genoeg is, heb je ook nog even Varaan, Cruijff, Modric. Vieira. Ja. Ik ben benieuwd wat de laatste 20 minuten ons gaan brengen. Vooralsnog dus gelijke stand. Heerenveen dan, die net een grote kans is miste. Nou, goed combinatiespeel, La Croqueta. Hier de bal Pelé. Pelé met een scoopturn, maar die pakt er niet helemaal goed uit. Dat is een scoopturn toch? Even checken bij dat is een scoopturn. Bij de meeste in mezelf natuurlijk. Natuurlijk, Kazooie 94. Check het even op YouTube. De man heeft skills. Dat ben jij toch? Je moet het niet overdrijven. Toch? Ja. Overdrijven niet, maar je bent waardig op de hoogte van de skillboost. Ja, dat wel. Ja, dat wel. Maar dat blijft het ook bij. Ja? Als je dus die skillboost hanteert in de weekend league, dan... Ja, is het niet zo effectief als normaal. Omdat er toch veel try-outs spelen. Dat is een feit. Bouw je daarvan? Ja, want dat is ook de enige reden waarom ik Weekend League ook niet heel veel speel. Omdat je niet lekker kan trekken. Ja. Ja, jongen. Weekend League is hard. Ik hou ook van een mooie spel, maar in de Weekend League is daar geen ruimte voor. Ik kan nu meepraten, ik zit in de elite groep, snap je? Dus ja, dat was ik ervaren. Ja, Bas die
Ik kan er over mee praten. Ja, ja, ja. Voor hetzelfde geld is die volgend seizoen ook gewoon e-sporter. Dan, je weet het maar nooit. Dan zit hij daarnaast, die mannen. Nee, maar het is wel echt zo in de weekendleague. Hoe visie je speelt, hoe meer je wint. Dus ja. Dat is een feit. Facts. Straight facts, bro. We hebben hier nog 5 minuten te gaan in deze pot. Gaat er nog een doelpuntje vallen? De onderschepping van Heerenveen. Een nieuwe onderschepping van Utrecht. Johan Cruijff. Gullit. Ronaldo. Geblokt. Gaat er nog een aanvalletje komen? Een grote kans. En let wel, dames en heren. Er is nog een tweede pot te gaan. We spelen dus 2 potten. En wat daar de totaalscore van is. Enfin, u weet het. De referee has indicated there will be a minimum of 2 minutes of added time. Krijgen we nog een aanval, Bassie? Wat denk jij? Ik denk het stiekem wel van Heerenveen, maar dan moet hij wel aanmaken nu. Hier dan. Dan komt hij. R9. Ronaldo. Blok. Krijgen we dan nog een corner of weet hij de bal binnen te houden? Moet hij wel voorzetten nu. Cristiano. Misschien een voorzet. Bereikt Pelé naar Ronaldo. Oeh, hele goede redding. Wow. Ja. En dan zitten we al ruim over blessuretijd. Ja, maar corner. We krijgen nog een corner. Nee, goed verdedigd. En dan lijkt het hier gedaan precies. Op zich mag je fluiten. Yes. Ja. Dan is het 2-2 in de eerste pot. Dan zien we jullie hopelijk bij de volgende pot weer terug. Om te kijken of er nog een winnaar uitkomt. Op zich redelijk gelijke statistieken. Iets in het voordeel van Heerenveen. Maar wij zien jullie hopelijk de volgende keer terug. Ook namens Alex wil ik jullie bedanken. Tot de volgende. Tot ziens. Houdoe. Ja, Danny, je speelt met 2-2, maar je komt opnieuw als eerste op achterstand. Ja, wat is dat toch? Ja, ik weet niet, man. Ik ben nou gewoon... ik ben nog nul keer voorgekomen in 3 wedstrijden. En als ik eenmaal voorkom, dan krijgen ze de bal ook niet meer natuurlijk. Nou, dat is natuurlijk wel een beetje zuur. Uiteindelijk speel je nog 2-2. Ben je daar tevreden over? Het was denk ik een 50-50 wedstrijd. Dus ik kan wel zeggen, ik heb wel 2 keer de lat gelaten. Sowieso 1 keer. Maar hij had ook wel wat kansjes gemist. Dus ik denk dat we allebei, denken dat we nog de winst eruit kunnen halen. Ja, zeker weten, want eigenlijk heb je hier niet aan een punt, hè? Nee, ik heb er echt niks aan. Op zich is het voor hem nog wel chill. Maar ik moet echt gewoon winnen. Dus ik ga ook gewoon vol voor de winst. Ga je dan ook tactiek vol op de aanval? Nou, dat hoorde ik dus, denk ik net dus. Maar ik hoorde van mensen dat ik dat beter niet moet doen. Dus ja, dan doen we het niet. Ja, Floris, je speelt uiteindelijk 2-2 tegen Utrecht. Ben je daar tevreden mee? Na de inzicht niet echt. Ik denk, ik heb best wel veel kansen gemist ook nog. Hij ook wel een paar, maar ik denk dat ik wel de meeste grote kansen heb gemist. Dus had veel meer ingezet. Ja, we hadden het er ook over dat Danny altijd een beetje druk doet, hè, tijdens de wedstrijd. Heeft hij zich rustig gehouden? Enigszins wel. Hij begon op een gegeven moment wel een beetje te zuchten en te steunen en zo. Maar qua echte kreten, dat viel nog mee gelukkig. Ja, dus dat krijg je wel mee, hè, dat hij dan zo loopt land te vanten. Ja, ik heb geen oortjes in tijdens het spelen. Dus ik hoor alles wat om me heen gebeurt. Het is een beetje irritant af en toe wel, maar dit was nog te doen. Dus je tweede wedstrijd speel je met een koptelefoon op? Nee hoor, nee, ik blijf gewoon zo spelen. En als ik dan score, dan gaat hij lekker schreeuwen. Dan kan ik ervan genieten. Basic Fit, KPN en Fox Sports. Partners van de Eredivisie.